Annette Niekamp. Nou, de laatste keer dat ik iets over jou las, was niet best. En, niet muzikaal gezien, maar er was iets gebeurd wat jouw hele leven op de kop heeft gezet. Ja, een aanrijding. Dat is zo, ja. Dat is ondertussen alweer 3 jaar geleden. Dat is meer dan 3 jaar. Januari 2018. Ja, dat is een fractie van een seconde waarin je hele leven veranderd wordt. Waardoor je hele leven op de kop gezet wordt. Ja. Dat was een frontale aanrijding met de auto. En buiten mij schuld om. En, ja, dat was heel erg heftig. Maar hoe ga je ermee om? Wat heb je eraan overgehouden? Nou, nog steeds ervaar ik elke dag hinder van pijn. Met name mijn enkel was bijna verbrijzeld. En met die klachten. Ondertussen ben je al 3 jaar verder. Dus dingen groeien weer aan elkaar. Ondertussen is in vorig jaar oktober mijn enkel vastgezet. Door middel van een lange arthrodese pen. Dus die moet dan vastgroeien. Zodat je helemaal niet meer kunt bewegen. En daar ben ik nu weer van aan het revalideren. Dus heftig, gewoon heftig blijven, vooral. Ja, blijven lachen, positieve dingen blijven zien. En dat, gelukkig zit dat in mijn aard. Ik kan dat gelukkig wel steeds, die moed weer opbrengen van kom op, doorgaan. En dat geeft ook weer moed, het geeft weer kracht als je weer positieve dingen bezig bent. En dan doe ik met name op muziek. Hè. Muziek is toch mijn passie, mijn ding. Dat was het al voor die tijd. Maar alles verandert, ja. Het wordt lastiger om ergens te komen. Je bent gewoon afhankelijker van andere mensen en dat is niks voor mij. Nee, maar autorijden doe je dat nog wel zelf? Nee. Dat kan niet meer? Ik heb geen automaat. Ik moet een automaat hebben dan. Ja. Dus dat moet nog. Dat komt allemaal nog. Ja. Maar ik hoorde dus dat jij de studio weer in bent gedoken of de studio in gaat duiken. Heb je dat alweer gehoord? Ik heb dat alweer gehoord. Ja, gisteren. Oké. Nou, vertel er iets over. Ja, dat was weer een... Soms krijg je zo'n gevoel over je, hè, van ik moet weer wat doen. Het voelt weer goed, ook al is het nu coronatijd. Ik had een ingeving, dat wil ik gaan doen. Ik heb een... het moet nog gemixt worden natuurlijk. Ik heb alles ingezongen. Ik denk dat het een schitterende dansplaat wordt. En van dansen wordt iedereen blij. Of je nou dan thuis moet blijven dansen. Of je mag tegen die tijd in de zomer weer echt in stappen of zo. Maar het is een prachtige dansplaat. Flink uptempo. Ja. Ja, maar die heb je opgenomen bij Gerto Heupink. Gerto Heupink in Enschede. En, ik werk al jaren met hem samen. We hebben een hele goede samenwerkingsklik. Hè? Want hij is goed vakman. Goed muzikant. Hij weet waarover hij praat. En... ik weet wat ik wil. En samen overleggen we dan dat plan. Wat wil je? Welke sound willen we? Hoe gaan we het aanpakken? Ik heb teksten in ieder geval geschreven. Maar dat doe ik ook eigenlijk zo goed als altijd. Dat vind ik ook leuk. Dat is het stukje eigenheid. En de muziek is een cover. Dat kan ik dus ook alvast zeggen. Ik zeg nog niet wat. Nee, hoeft niet. Doen. We wachten gewoon af. Nee, ik werk heel graag met Gerto samen. Nou, hij is ook goed. Hij is streng. Hij haalt het uiterste uit mij. Hij corrigeert waar nodig. Dat werkt gewoon goed. Ik ben heel standvastig qua mensen waarmee ik werk. Ik werk al jaren met hetzelfde team eigenlijk. En dat geeft ook wel een signaal af, denk ik. Ja, precies. Wanneer denk je dat die single uitkomt? Ik hoop mei, juni, zoiets. Mooi voor de zomer nog even. En, ik denk dat het iedereen weer moed geeft. Weer voor een vrolijke noot zorgt. Het wordt wel tijd. Dat is toch echt leuk, ja. Ja, maar ik ben al heel lang weer met muziek bezig. Dus naar de buitenwereld toe lijkt het alsof wij artiesten dan misschien niks doen. Maar ik ben echt heel druk geweest. En tot oktober, totdat ik geopereerd werd, hebben wij vorig jaar ontzettend veel opgetreden. Buiten. Dus binnen mocht dan niks meer. We hebben echt buiten heel veel gezongen. Dus dan blijf je echt lekker bezig. Nou, toen kwam dan die operatie. Nu nog weer maanden later mee bezig. Maar, gisteren zijn we weer begonnen met eerst buiten optreden. Ik heb ondertussen wat livestream dingen gedaan die dan wel kunnen. Hè? Dus dat ook leuk. En wij maken thuis regelmatig filmpjes met leuke liedjes waar ik in zin. Of een beetje gekkigheid. Dus dat je dan ook daar de multimedia mee voedt. Want ik denk dat het belangrijk is dat je wel je kop laat zien. En ook laat horen dat je nog steeds wat aan het doen bent. Maar je moet ook blijven zingen voor het oefenen, denk ik. Ja, ook. Ja, die training is wel belangrijk. Dus dat moet nog echt wel weer mee aan de gang. Want ik was gewend dat ik echt 4 uur achter elkaar makkelijk kon zingen. Compleet avondvullend. Met misschien 2 keer een kwartiertje pauze. Dus mijn stem was heel erg sterk. En dat is inderdaad nu wel eventjes weer trainen. Ja. Oké.
Okay. Maar die filmpjes zet je op je Facebookpagina? Facebook en op YouTube. Als je op YouTube zoekt. We hebben vorig jaar, begin van die coronatijd, zijn we begonnen met een soort tv-programmaatje. Annette's muzieknoot. En dan noot met een D. Uit noot ontstaan, dus muzikale noot. Dan zo krijg je Annette's muzieknoot. En dan kun je wat afleveringen. Ik geloof dat we 17 afleveringen hebben gemaakt. Behoorlijk en dan konden de mensen op Facebook, die konden dan kiezen uit 3 liedjes. Dus dan had ik een thema bedacht, bijvoorbeeld country. Dan had ik 3 liedjes op een rij staan waar de fans uit konden kiezen. En waar de meeste stemmen op kwamen. Dat lied ging ik dan inzingen. Maakten we hele mooie filmpjes op de achtergrond. En daar waren we echt een dag of 3, 4 heel erg druk mee om dat allemaal goed te krijgen. Dus dan blijf je gewoon lekker bezig. Je laat zien dat er nog van alles wel kan. Ook met die bedoeling van, we kunnen qua livestream van alles nog doen. Stel dat iemand jarig is en die zegt van, ik wil wel graag dat jij voor mijn verjaardag een livestream verjaardagswens doet of liedjes zingt. De mensen moeten er natuurlijk ook aan wennen. Ja. Er kan van alles nog wel. Als buiten zingen is wel pittig, moet ik zeggen. Ja. Gisteren was het heel koud, hele harde wind. Was echt niet makkelijk. Maar goed, die tijd die wordt veranderd binnenkort. Hoop ik dat het zonnetje gaat schijnen. Ja, nee, die komt wel weer. Ik ben daar ook wel optimistisch in. Maar hoe komen de mensen met jou in contact? Als ze iets willen? Als je mijn naam Annette Niekamp intikt op Google, dan zie je al van alles voorbij komen. Je kunt ook naar mijn Facebookpagina gaan, dus onder mijn eigen naam opzoeken. Instagram. Wat hebben we nog meer? Twitter. TikTok. TikTok niet. Nee. Ik TikTok niet. Nog niet misschien? Ik weet niet. Ooit. Misschien. We wachten gewoon af. Ja, nou ja, ik ben wel bij allerlei multimedia wel te vinden. En kijk vooral even op YouTube, zou ik zeggen. Dan zie je heel veel leuke filmpjes. Nou, bedankt voor je tijd. Dank je. En hopelijk tot snel. Ja, dat hoop ik ook. Dank je wel, Gert.